Dr. Philips demonstreert aan de heer Van Aalst een watergekoelde korte golfcentlamp van 10.000 watt. Bij de hoogfrequente versterker trappen. De driefasige luchtgekoelde gelijkrichter. Het afstemmen van een der versterkertrappen. Het bestuur van de Philips Omroep Holland-Indië heeft gaarne gevolg gegeven aan het verzoek van Polygoon om door middel van het filmjournaal te tonen waar en hoe deze omroep werkt. Ongetwijfeld toch zullen velen in Nederland daarin belangstellen. Vooral zij die familieleden in Oost- en West-Indië hebben. Deze familieleden zullen zeker hoog hebben opgegeven van het genot dat hun door de uitzendingen wordt geboden, waardoor zij in nauw contact met het vaderland kunnen blijven. Enthousiaste, ja aandoenlijke brieven bereiken ons voortdurend uit die verre landen. Wat een ontzettend groot genoegen moet het dan ook niet zijn om zich in Indië 's avonds in verbinding te stellen met het vaderland en het gevoel te krijgen tot één grote familie te behoren, welke leden zich steeds meer aan elkaar kunnen hechten. Daarom, de FOI moet blijven. Het zou een ramp zijn voor ons land en voor allen in Nederland en overzeese gewesten indien zij verdwenen.